Lekkere remix, dan moet ik het wel zelf toegeven. One Day, The Reckoning Song, hier bij Trudeau FM. Asaf Avidan was dit. 8:57 gaan worden. En Gerry, wat heb jij gevolgd? Langs te zitten daar? Als jij het zegt, collega. Nee, je hebt volkomen gelijk. Ik heb naast mij zitten, je mag jezelf voorstellen, zeg het maar eens. Charlie Abusey. Charlie Abusey. Oh, wat een mooie naam. Dan heb ik dat nog niet zo slecht gedaan daar straks. Het was net hetzelfde, alleen dat het uit haar mond toch wel wat mooier klinkt. Ja, dat is eerlijk. En welke eer hebben we? Wat heb je afgelopen vrijdag zo wat gepresteerd? Ik ben Miss Exclusive 2013 geworden. Ja, en dan hoor je de medemens waarschijnlijk denken, een zoveelste Miss. Dus licht eens even toe, welke organisatie zit erachter en wat is zo'n beetje het doel? Hoe is de verkiezing wat verlopen? En hoe komt nu dat ze net jou eruit gekozen hebben als de nieuwe Miss? Miss Exclusive is eigenlijk een zeer grote misverkiezing, opgestart door Ken Stevens. Ja. Het is een vrij recente verkiezing. De derde editie is nu eigenlijk van start gegaan, met mij als winnares. Voilà. Dat kan niet fout lopen. Nee, Dat is afwachten. Uit onze streken natuurlijk kan dat niet fout lopen. Sorry dat ik je onderbreek, wat niet duidelijk was op de website. Is het nu de editie 2012 die je gewonnen hebt, of ben je Miss 2012? 2013. Ah, dan had ik toch gelijk. Doen we nog een jaar bij natuurlijk. Ja. Je zegt Miss Exclusive. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De naam Exclusief komt me natuurlijk naar boven. Maar wat mag ik er eigenlijk voor me voorstellen? Miss Exclusive. Het meest exclusieve meisje van het land. En we zijn eigenlijk niet alleen beoordeeld op het uiterlijk geweest. Ook echt op alle aspecten. Op ondernemend zijn. Natuurlijk ook de looks, de brains. Eigenlijk het totaalpakket. We hebben hier met meer verstand ook dan wij. Blond en verstand. Het kan dus toch. Ja, zo is dat. Wij zitten er hier nu even met te joken, maar dat is wat dikwijls wel gezegd wordt. Hè. Een mis, het verstand, dat is er nooit bij. En daar wordt alleen maar naar het uiterlijk gekeken. Maar ik denk dat de misverkiezingen van 10 jaar geleden zijn. Klopt dat? Nu is het ondertussen toch wel net iets moeilijker geworden en worden er meer testen. Bij Miss Exclusive werd er inderdaad naar meer gekeken dan alleen het uiterlijk. En daarom is Miss Exclusive ook zo'n superverkiezing. Ja. Ik neem aan dat je ook nog studeert, dus wat studeer je? Biomedische wetenschappen. Amai, dat is een mondje vol. Wow. niet gemakkelijk lijkt me dat. Dat klinkt wel beter zoals radio-dj, collega. Ja, dus logisch dat die verstandiger is, dat natuurlijk ook al. Hè. Dus het is niet je eerste misverkiezing, dacht ik, hè? Nee, dat klopt. Ja. Je hebt er nog achter de rug. Welke heb je nog gedaan? Miss Fruit Belgium. En ambassadrice van Sint-Truiden. Ja. En Miss Tourism International Queen of the Year in China. Amai, in China? Ja. Hoe kom je zo ver terecht? Oh ja, eigenlijk is dat toch onze mediapartner Miss Items geweest. Ja. Talrijke artikels werden altijd gepost op Miss Items. Toen hebben ze mij gevraagd of ik België wil gaan vertegenwoordigen in het buitenland. En je hebt dan ook meteen ja gezegd. Ja, uiteraard. Hè, je ziet er mij nog niet zo oud uit, hè? Mag ik onbeleefd zijn en vragen hoe jong je bent? Ik ben 19 jaar. God, Gerry. Ja. 19. Voilà. 19, dat is wanneer de wereld nog aan je voeten ligt, hè? Dat is ook zo, hè? Heb je bepaalde toekomstplannen waarvan je zegt van dat is echt een doel dat ik wil bereiken? Wil je echt verder gaan met die misverkiezing? Of zeg je, ik bedoel dat met die misverkiezing daar iets uitputten? Of zeg je, die studies die moeten toch ook zeker afgerond geraken? Ik wil het graag beide combineren, maar voorlopig is mijn doel eigenlijk om een super jaar neer te zetten als Miss Exclusive. En wat houdt er dan allemaal in? Oh, ik ga een heel grote promotour doen door heel België. Ik denk heel eigenlijk. Leuke feestjes, dat klinkt me zo. Ja, er gaan ook wel feestjes aan te pas komen, maar de promotour gaat eigenlijk over heel België zijn. En ik ga superveel leuke dingen doen en iedereen kan altijd volgen op de Facebookpagina van Miss Exclusive of op de website. En is het enkel nationaal Miss Exclusive of is dat ook internationaal? Of? De organisator Ken Stevens heeft zeer veel licenties voor internationaal. Wedstrijden. Dus ik ga België ook vertegenwoordigen op een aantal van die internationale wedstrijden. Je hebt al een groot opstapje, heb ik zo wel de indruk. Hè? Dus je bent niet aan je proeftuk toe. De ambities die je in laten we zeggen, misverkiezingen nog hebt, dat je zegt van hier wil ik zeker nog voor gaan. Wat denk je dan te antwoorden? Ik zou heel graag internationaal willen scoren. Ja, en verkiezingen die je zegt van hier wil ik echt wel voor gaan. Miss Exclusive was voor mij echt hut van hut, waar ik aan moet deelnemen. En het is mij zelfs gelukt om het kroontje in de wacht te slepen. Dus
dat is toch voor mij wel het belangrijkste wat ik wou bereiken. Ik ga een klassieke vraag stellen. Hoe was de sfeer tussen de kandidaten? Ik was er net aan het denken. Echt, ik was het net aan het denken. Niet gelogen, maar de sfeer was echt wel goed. Het zat heel goed. We waren met 10 meisjes en de promotor was eigenlijk zeer druk. We zagen elkaar heel vaak. Dus af en toe waren er wel een paar spanningen onder elkaar. Maar dat is wel normaal, denk ik, als zo 10 meisjes samen. Maar uiteindelijk heb ik er echt wel goede vrienden aan overgehouden. En op voorhand ben je er ook veel mee bezig? Of de voorbereiding op zich dan? Dat je zegt van... Hoe bereid je je voor op een misverkiezing? Ik heb enorm veel promo gevoerd. Ik heb mij ook massaal ingezet voor het goede doel. Huh? Ik ben er eigenlijk dagelijks mee bezig geweest. En dat is ook wel nodig als je een goed parcours wilt afleggen. Ik heb er eigenlijk alles voor gegeven. 100% inzet getoond. En het is beloond geworden. En blijkbaar is het ook goed te combineren met je studies, heb ik zo de indruk. Want je hebt toch niet een gemakkelijke studierichting en toch gaan voor die misverkiezingen ook nog. Weegt het soms zwaar door? Uiteraard. Het is zeer moeilijk te combineren met een universitaire studie. Maar ik heb ook super ouders die achter mij staan, die mij goed helpen. En ik heb ook twee super eredames. Dus samen staan we sterk en ik ben er zeker van dat het wel gaat lukken. En dan nog een stoute vraag. Heb je een vriendje? Nee. Oké, dat weten we dan ook ondertussen alweer. Ik heb hier een luisteraar, Kevin De Wit, die zegt, ik ben er 23. Stel mij anders eens even voor. Ja, Kevin, bij deze is dat gebeurd. Ze leest mee op het scherm, dus ze ziet het allemaal staan wat je schrijft. Voilà, ik ga wel een beetje teleur moeten stellen, want mijn misjaar gaat heel druk worden. Ah, voilà. Ja, dus, voilà, daar begint het natuurlijk Kevin, jongen, ga zelf even patatjes met de schillen. Sorry, Kevin. Ja, dat is geen erg. Zeg, ik stel voor dat we eerst eens een leuk nummer draaien en dat we na dat nummer nog eens een deel 2 van het interview Dat gaan we plannen. Zeker en vast doen. Blijf dus zeker en vast hangen hier bij Trudeau FM. I like to move it, move. In de jaren 90 een geweldig dikke hit en er zijn heel wat remixen van gemaakt, maar dit blijft toch die original, zeggen we dan. A Real to Real en I Like to Move It. Ondertussen 13 minuten voor 9 uur gaan worden en ik zie zo twee mooie ogen naar me kijken, Gerry. Dat zijn niet die van jou, hoor. Ja, dat is geen erg. Zeg, collega, ik wou je eerst eens even een intieme vraag stellen. Heb jij thuis regelmatig ruzie met je wederhelft? Laat ons zeggen dat al en toe wel eens gebeurt. Ik denk dat het normaal gaat van zaken. Gezond huishouden. Oké, zeg, en win je dan dikwijls? Of win? Ja, als je zo'n ruzie hebt, heb je dan het gevoel van op het einde, als de zaak weer bijgelegd is, ja, ik heb weer water bij mijn wijn moeten doen of nee? Dat hangt er vanaf waar dat de ruzie uitgevochten wordt. Ja, weet je waarom ik je dat vraag? Nee. Wat blijkt nu, er is een ruzie winnen van je partner. Er is een handleiding voor. Oké, vertel. Ja, het is eenvoudig. In een discussie met je partner kunnen de gemoederen al gauw hoog oplopen. Waardoor je dingen zegt of doet waar je achteraf spijt van krijgt. Iedereen verliest wanneer je ruziet. Maar als je je aan onderstaande regels houdt, kun je terugkalmeren en op een vlotte manier aan jullie verzoening werken. Ik zal er eens een paar opnoemen. Ai, ai. Ja, nooit altijd en jij probeert nooit je stem te verheffen in een ruzie in plaats van een snedige opmerking als antwoord te maken. Gebruik bijvoorbeeld, dit is belangrijk voor mij, luister alsjeblieft, zo had ik het nog niet bekeken. Ja, je kent het wel. Maak een mopje. Dat kan, ja, daar zijn we wel goed in. Daar zijn we heel goed in. Daar zijn we heel goed in. En sportief zijn, probeer niet steeds je gelijk te halen en wees bereid te verliezen. Ja, waarom moet je dan winnen als je toch bereid bent om te verliezen? Ah. Heeft STVV in het begin van het seizoen iets te letterlijk genomen, denk ik. Maar ondertussen aan de betere hand. Stilte. Af en toe kan het geen kwaad om stil te zijn. Je kent dat zo wel, hè. Alleen beeld en geen klank. Stilte meer. Voor de storm, af en toe ook. Op een radiozender is dat net iets, ligt dat net iets moeilijker. En verontschuldigen moet je ook doen, hè, collega. Sorry, dat is ook. Sorry, schat. Oké. Verder met ons deel 2 van ons interview met Miss Exclusive 2013. Ja, goed, maar ik... Ik hoorde ze daarnet zeggen niet dat ze... Niet tegelijk, hè? Nee, oké, we gaan het nu samen doen. Nee. Een vraagje. De hobby's, want ik ga een paar persoonlijke vragen stellen als je het niet erg vindt. De hobby's van jou? Mijn hobby's? Ja, als je daar dan nog tijd voor hebt. Eigenlijk zeer weinig de laatste tijd, maar ik ga wel graag eens een stapje zetten met mijn vrienden en vriendinnen. Shoppen natuurlijk. Dat doen ze allemaal, hè? Uiteraard. Genieten van een manicure of pedicure, ook altijd zeer leuk. En daar buiten, mijn uitlaatsklep is echt wel piano spelen. Piano spelen? Ja. Dan heb ik eigenlijk een leuk achtergrondmuziekje, hoor. Doe je dat al lang?
Ik heb eigenlijk 8 jaar viool gespeeld en dan 1 jaar of 2, 3 piano. Maar ik ben er mee gestopt een aantal jaar geleden. Maar het is soms nog wel heel ontspannend om eens een melodietje te spelen. Leuk om te horen. Best wel. Zit muzikaal talent nog in jou? Nooit niet de intentie gehad om te zeggen van ik ga hier muziek verder doen? Of? Eigenlijk wel. Ik was aan het twijfelen op mijn 16, 17 jaar om naar het conservatorium te gaan om muziek te studeren. Maar ik heb dan toch gekozen voor Latijnwetenschappen. Ja. Dat klinkt u wel als muziek in de oren, zo, muziekschool. Want dat is wat jou ook allemaal bezighoudt. Dat houdt me inderdaad ook allemaal bezig, ja. Goed, maar daar gaan we vandaag niet over verder uitweiden. Collega, heb jij nog een leuke vraag voor deze mooie dame langs jou? Ja, ik had er ook nog eentje met namen. Ze zei net van ze ambieert wel een internationale carrière. Alleen laat ons het zo maar noemen. Maar ook in het binnenland moeten er toch nog dingen boeiend genoeg zijn, denk ik, om te doen. Zijn er zo dingen die op je verlanglijstje staan waarvan je zegt van, dat zou ik echt eens willen doen? Of dat is echt iets wat voor een mis, wat me toekomt of wat ik graag zou doen? Wat ik heel graag zou willen doen, eventueel een eigen kledinglijn ontwerpen of een parfumlijn. Echt met stempel ergens opdrukken. Dat vind ik eigenlijk een goed idee. Ja. Een goed idee. Wel een geurtje gebruiken. Nee, omdat ik had een heel ander antwoord verwacht. Ik had gedacht dat het zoiets klassiek ging worden van ik wil daar de opening van een kledingswinkel gaan doen. Maar haar ambities reiken duidelijk verder dan het gebruiken van een mis. Het is de mis die zegt van hier ben ik en dit is wat ik leuk vind en ik wil daar verder mee gaan. Wat ik persoonlijk ook wel vind, ze heeft een heel mooie stem, dat is ze zelf ook wel. En heb je nog nooit de voorstellen gehad om te zeggen van kom een show hier presenteren of dergelijke? Want dat is ook zoiets wat veel mensen doen natuurlijk, die gaan de presenteerwereld in. Laat ons dat zo zeggen. Heb je al voorstellen gehad ervoor? Of? Voor iets te presenteren? Nee, eigenlijk nog niet. Maar op school moest ik wel altijd de dingen aankondigen. En dat ligt mij wel. Voilà, collega, vraag ik het of vraag jij het? Vraag jij maar. Oké, we hebben interesse om jou in ons programma op te nemen. Ja. Is het echt een mooie stem? Dat is een mooie stem. Best wel leuk. Stem in. Nog een andere vraag, Shani. Voorbeelden. Grote voorbeelden waarvan je zegt van hier kijk ik echt naar op. Bedoelt u dan in de missenwereld? Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Als je nu zegt Davy en Gerry, dat snappen we alleen. Daar kunnen we wel in komen. Daar kunnen we in komen, maar dan zullen er nog zijn, vermoeden we. Nee, je grote voorbeelden. Dat hoeft niet per se in de miswereld te zijn, maar dat je zegt van, dat zijn wel mensen waar ik naar op kijk. Persoonlijk vind ik Beyoncé echt wel een voorbeeld. Ze is een zeer sterke vrouw en ik vind het een super knappe vrouw en ze heeft talenten. Ja, dat is toch wel iemand waar ik naar op kijk. Kijk je dus naar op. Ai, goed, dat vinden we ook leuk om te weten. De toekomstplannen, huisje, boompje, beestje of? Totaal niet eigenlijk. Nee. Ik ben een carrièrebeest. Carrièrebeest, ja. Dat is leuk. En vrouwen die een carrière hadden. Die een carrière ambiëren, inderdaad. En je moet daar voor gaan als je dat wil doen. En je hebt een bewuste keuze op die leeftijd gaan. Dus zeker als wij nog een manager zoeken, ook meteen al geregeld. Dus het komt hier allemaal in orde. Goed, meer info over jou. Dat wil ik wel nog even weten. Waar kunnen de mensen meer info over jou vinden? Om dergelijke, want ik zie hier ook kalenders van jou liggen. Ja, dat klopt. Ik heb mijn eigen kalender ontworpen tijdens mijn promotie. Dat is ook al een carrièrezet, noemen we dat. Voilà. Waar kunnen ze die kopen? Of onze luisteraars die kopen? Of ze zeggen van, hier vinden we meer info over Shani? Ze kunnen altijd een e-mailtje sturen op mijn Facebook. Of op de Facebook-site van Miss Exclusive. Ja. Daar kunnen ze eigenlijk mijn hele promotour volgen en alles wat ik doe. Dus gewoon Miss Exclusive in typen op Facebook. Of de website www.missexclusive.be. En ook op Miss Items kunnen ze heel veel terugvinden, www.missitems.be. Daar worden ook altijd zeer veel artikeltjes gepost over wat ik doe met mijn eredames. Wat wij ook gaan doen, als je hier op het scherm meekijkt, zie je recording staan. We hebben het interview uiteraard opgenomen. Mm-hmm. En er wordt daar ook beeldmateriaal verzameld aan de overzijde. En we gaan het online plaatsen op onze website van de radio. Dan kan het achteraf ook gedeeld worden op Facebook of waar dan ook. Zo is dat. Shani, mogen we jou bedanken voor jouw komst naar de studio? Dat mag. En mogen we jou nog heel veel succes wensen? Dankjewel. Dat mag ook. Dat mag ook. Ze verdient het wel. Ik vind dat een toffe meid. Dus zeker een veel succes in jouw verdere carrière. Je had nog een leuke plaat die je wou horen, hè? Ik heb eerst nog één vraagje. Eentje. Allerlaatste. Allerlaatste. En dan lossen we... Ik mag nog niet verklappen. Dan lossen we dat laatste nummer voor 9 uur. Dat is eentje van haar voorkeuren. Ze mag die zelf afkondigen zo dadelijk. Maar zat daar ook zo'n soort zangwedstrijd in? Of heb je iets moeten zingen ook tijdens je...
Nee. We hebben geen personal act moeten doen. Nee. Ah ja. En heb je daar ambities of interesses naar? Of is dat iets dat je zegt van... ja, zingen, dat doe ik thuis alleen voor de spiegel in de badkamer en onder de douche. Het is eerder een hobby voor mij, ja. Maar toch een hobby. Je bent er toch wel... Allee, muziek is een deel van je leven. Ja, het is nu wat minder dan vroeger, maar het is wel een deel van mijn leven geweest. Ja. Dat zingen, dat doe ik ook nog altijd voor de spiegel, hè. Maar geen kat dat daar nou wil komen horen. Echt niet. Goed, Shani, je hebt nog één plaat die je graag nog wou horen. Dat is ook met een reden, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. Ik wil graag Diamonds van Rihanna horen. En dat liedje is ook op de finale show gedraaid geweest. We hebben daar een mooie defilé op gedaan. En gewoon zoals de tekst het zegt, shine bright like a diamond. Voilà. Met andere woorden kan ik het niet afstaan. Je maakt een heel goede keuze. De plaat stijgt trouwens enorm hoog in de hitlijsten, hè? Ja, inderdaad. Dus dat is ook een sterke madame. En daar houdt zij wel van. Voilà. Goed, mogen we nog een fijne avond wensen. En dankjewel voor je komst naar de studio.